Het weekend komt er weer aan en dat betekent dat de bioscoop in de regio ook weer nieuwe films zullen vertonen. Deze week zijn er zelfs extra veel nieuwe titels te zien. We hebben er 4 gekozen waarvan wij vinden dat je ze niet mag missen. Zo sluiten we straks af met de nieuwe samenwerking tussen Godzilla en Kong. Maar we beginnen met een gezellige animatie voor de hele familie. Welkom bij Nu in de Bios. De jonge witte dolfijn Katak loopt iets achter in zijn ontwikkeling. Terwijl al zijn leeftijdsgenoten allemaal wit zijn geworden, iets wat op een leeftijd normaal is, blijft Katak grijs. Hierdoor wordt hij wat gepest door zijn leeftijdgenoten. Hij wil bewijzen dat hij wel degelijk volwassen is. Daarom vertrekt hij op een spannende reis naar het grote noorden om de laatste wens van zijn oma in vervulling te laten gaan. Hij gaat op zoek naar zijn opa, die hij nooit gekend heeft. Onderweg in de grote oceaan komt hij gevaren tegen en maakt hij onverwachte vriendschappen. Hij bewijst dat je dapper kunt zijn, ongeacht hoe groot je bent. De film voor dit voorjaar. Oma, ik ga naar de grote ijsschots en hou uw grote liefde. Wat ontzettend lief, Katak. Maar dat is veel te gevaarlijk. Geef het maar op, mij hou je niet bij. Dat het mij verder wat aangaat, maar had hij zonderhand niet wit moeten zijn? Hij doet er gewoon wat langer over. Ja, zou kunnen. Wat een gave sprong deed u daarnet. Waarom verstopt u zich? Ik verstop me niet. Hoe heet u dan? Cyrano? Ze zagen hem richting zonsopkomst zwemmen. Rustig maar, ik haal hem wel. Ik ga met je mee. Meestal zijn de gijsjes bij hun moeders. Ik ben gewoon anders. Ik ben misschien grijs, maar ik ben ouder. Ik ben ook anders dan de anderen. Ben jij nou gek geworden? Je kan geen vriend worden van de dochter van Zaagtand. Wow. Die kleine is echt nergens bang voor. Hij heet Katak. Is hij een kleinzoon van de oude Katak? Ja. Nee. Dat is mijn opa. Nee. De stemmen van Mattie Valk, Joya Parijs en Laura Vlasblom. Vertrouw hem nou maar. Hij is nog maar een kind. Hij is volwassener dan je denkt. Ha. Hoe moet ik vrienden maken als jij ze elke keer weer opeet? Ik ga je niet helpen zoeken. Ik heb je niet nodig, begrepen? Het is een klein wak. Een wat? Als we hier blijven zullen we stikken. Dan zijn we er geweest. Ik ga open water zoeken. Wegzwemmen! Katak! Ik heb oma beloofd mijn opa te vinden. En ik ga absoluut niet terug zonder hem. Dat dacht ik al. Katak de dappere beluga. 27 maart in de bioscoop. Ja, dan gaan we door met een komisch drama Los Delincuentes. Moran, een bankmedewerker in Buenos Aires, heeft een riskant plan bedacht om zichzelf en een collega Roman te bevrijden van een slaafse beroepsleven. Hij wil precies genoeg geld van de bank roven om hun pensioen te financieren. Hij zal de daad bekennen om vervolgens nooit meer te hoeven werken. Liever 3,5 jaar de gevangenis in dan nog 25 jaar achter het loket. Roman, die het geld moet verbergen, stemt uiteindelijk in met dit bizarre voorstel. Het plan lijkt te lukken totdat een onderzoek op het werk ook Roman verdacht maakt. Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Roman. Y si vos me haces caso, voy a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene $650.000. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. Entre año y medio, cuando salgo, nos repartimos. $325.000 para cada uno. ¿Vos te volviste loco? ¿3 años y medio en la cárcel o 25 en el banco? Es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. ¿Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Moran? No, nada que ver. No, nada que ver. Quiero que te comunique con una persona, una chica. Yo soy Norma. Vos no sos de acá, ¿no? Solo vivimos para trabajar. Ya está, quiero vivir así, como vos. Todos los porteños dicen lo mismo. Yo marco tarjeta todos los días. ¿Y todo eso para qué? Zo meteen zie je nog de psychologische thriller Miller's Girl en ook de nieuwe film van Godzilla en Kong. Maar eerst kijken we even naar de 5 best bezochte films uit de afgelopen week. Met maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. Op nummer 5 vinden we de misdaadthriller Sleeping Dogs. Op 4 staat 2 plekken lager dan vorige week de komische Wicked Little Letters. En op nummer 3 staan Leni Brederveld en Martin van Wadenberg met De Terugreis. En de op 1 na best bezochte film deze week is Kung Fu Panda 4. En nog steeds niet van zijn troon te slaan is Dune Part 2. Ja, dan gaan we verder met de nieuwe film met Jenna Ortega in de hoofdrol. Wanneer de getalenteerde rebelse studente Cairo Sweet een schijnbaar onschuldige schrijveropdracht van haar charmante leraar Jonathan Miller aanneemt, raken ze verstrikt in een web van geheime verlangens. De grens tussen de docent en de 18-jarige studenten vervaagt als ze worden geconfronteerd met onverwachte wendingen bij een gecompliceerd project. What's your name? Cairo Sweet. I'm Mr. Miller. I'm assuming that you got one of these before. I read the whole list. Well, there's 12 books on that list. Party hard. Always said I was a good kid. What is an adult? I'm 18, languishing in the wilds of nowhere, Tennessee. Don't you get scared walking through those woods? I'm the scariest thing in there. Never knew I could be speechless. I want you to write a short story in the style of your favorite author. Are you offering me special treatment, Mr. Miller? Well, John here is prepping her to be his transcendent. Is she pretty? Oh, she's talented. Damn, even worse. What are you ranting about? I'm uninspired. I've had no achievement. Make him love you. I set fire to the wrong place. I don't know how. She'd open her mouth to say something, but the words fell away. Why did you write this? This is inappropriate. Write what you know is what you say. If you don't rewrite this, I'll have to fail you. I dare you. It's like he's been living in grayscale and you're the first thing he's ever seen in color. You are the adult. Show some responsibility. You're my student and I'm your teacher. That's all. If she can convince them that something happened between us, I could lose my job. It's not all you could lose. You're gonna ruin his life. Burn it down, burn it down, burn it down, 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 down. In your own words, how did it start? Always said I was a good kid. Het epische gevecht gaat verder. In het Monsterverse van Legendary Pictures volgt na de sensationele krachtmeting van Godzilla featuring Kong nu een geheel nieuw avontuur waarin de machtige Kong en de angstaanjagende Godzilla het opnemen tegen een dreiging die ons bestaan op het spel zet. In Godzilla vs. Kong The New Empire ontdekken we meer over de geschiedenis van deze titans. En zijn we getuigen van de mythische strijd die bijdroeg aan het ontstaan van deze buitengewone wezens. For centuries there was harmony. Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. We've discovered a signal. She can feel it. Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Thought you'd never ask. Just try not to swallow your tongue. What? What? Oh my God! Is that a mini Kong? Oh my God. That's not just a signal. That's a call for war. What is that? Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Last time those two met up, it was almost the end of Kong. They don't have to like each other. They just have to work together. Now I have seen everything. We've made some minor augmentations. Oh. Tot zover weer Nu in de Bios voor deze week. Vanwege het paasweekend heb je lekker lang de tijd om deze pareltjes te checken. Dus doe dat ook vooral. Volgende week zijn we weer bij je terug met gloednieuwe aanbevelingen. Dus graag tot dan!